Wij zijn ARCO metaal. Wij maken heel veel dingen voor in en om het huis. Hoofdzakelijk trappen, stalen binnendeuren, stalen buitenpuien. Eigenlijk alles wat verder in en om het huis hangt. En daarnaast constructiewerk voor diverse bedrijven. Ik vind het heel belangrijk dat mensen opgeleid blijven worden. Ik vind het belangrijk dat de jeugd weer een vak leert. Dat de jeugd leert om het vak ook te waarderen. Dat ze ook plezier halen uit het werk om gewoon met hun handen te werken. En ook voor de toekomst van de metaalsector is het belangrijk dat mensen een goede opleiding krijgen. Wij doen heel veel aan opleiden. Eigenlijk probeer ik iedereen elk jaar een opleiding of cursus volgt. Daarnaast hebben we 3 BBL's op dit moment. En we hebben op dit moment nog een aantal mensen met lastcursussen die bezig zijn. Mensen op kantoor die opgeleid worden voor boekhoudkundig en bedrijfskundige opleidingen. Dus eigenlijk in alle vlakken zijn ze bezig. Als ik ze hier zie lopen, mijn leerlingen, zie ik jonge, gedreven mensen die echt een vak willen leren en die daar plezier in hebben om dat te leren. Daar word ik echt vrolijk van. Ja, ik wil ze vooral dat de ouderwetse vakkennis meekrijgen, dus echt het ambacht van de metaaltechniek. En ik denk dat ja, moeilijk is in heel veel bedrijven, omdat er komt steeds meer CNC en steeds meer dat soort dingen. Maar ik denk ook juist het ambacht van het metaal, dat wel moet blijven. Ook ondanks dat je CNC-machines hebt en natuurlijk moet je met je tijd meegaan. Maar ik denk dat ook het uiteindelijke ambacht wel moet blijven. Dat is de basis van het vak. Wij zijn genomineerd voor de OOM Award. Ja, ik vind het een waardering voor hetgeen wat we al jaren doen en onze inzet waar we al jaren mee bezig zijn. En ik hoop uiteraard dat we winnen, want ik vind het echt heel leuk.